Nou, ik liep gisteren met mijn broertje. Rond 8:30 s'avonds liepen we gewoon met Honda naar buiten. Ja, toen kwamen we aan bij de Theresiastraat en zagen we daar een clown staan. En die rende op mij af en zei tegen mijn broertje, Sepp, ren naar huis toe. Er gaat iets gebeuren zometeen. En toen kwam de clown naar me toe gerend en toen heb ik een paar keer geslagen en een paar keer geschopt. En toen is de clown gevlucht. En hoe kan het dat jij zo kordaat optrad? Heb je een achtergrond? Ja, mijn vader die geeft me altijd les in de kickbox, die heb ik in mijn eigen sportschool. Ik ben heel erg trots op mijn zoon. Mijn zoon is natuurlijk een hele kleine jongen en natuurlijk, hij zal altijd een kleine jongen blijven in mijn ogen. Hij is 14 jaar, maar hij is veranderd als een echte man. Hij heeft voor zijn kleine broertje opgekomen, gelijk zijn honden naar huis gestuurd. En ja, hij heeft gehandeld hoe hij eigenlijk nooit zou moeten handelen. Maar ik ben blij dat hij kan handelen zoals hij gehandeld heeft. Dus ik ben echt super trots op hem. En ik hoop ook dat dit soort excessen niet meer voorkomen. Ik hoop dat de clowns toch andere feestjes erop na gaan houden dan mensen aan het schrikken maken. Gelukkig kwam die Lucje tegen, helaas voor die clown. Maar ja, dat is natuurlijk niet leuk dit. Nee,